Ik wil eigenlijk nu wat meer gaan vertellen over de SBRB zelf. Ja. Wat is wel belangrijk? Nou, kennelijk is het heel belangrijk of je een bestaande situatie hebt, een nieuwe situatie of een gewijzigde situatie. Gevoelsmatig is het natuurlijk van ja, als iets al heel lang is, ja, dan zijn mensen al een beetje gewend aan die situatie. Maar als iets nieuw is, ja, dan ben je toch in het algemeen wat strenger. Je wilt toch in een nieuwe situatie toch een iets betere wereld weer creëren als in een bestaande situatie. En daar zit natuurlijk nog een situatie tussenin. Stel, je hebt een bestaande situatie, maar er wordt iets gewijzigd. Ja, dan wil je eigenlijk nooit achteruit. Hè? Dus je wil wel naar een betere situatie, maar niet verder naar een slechtere situatie. Dus dat is een van de dingen die je bij rekening mee moet houden bij het uitvoeren van SBRB-metingen. Verder is hetzelfde als met SBRA-metingen, is dat je moet kijken van ja, zijn dit trillingen die echt continu zijn? Zijn het herhaald kortdurende trillingen of is het af en toe maar een incidentele trilling? Wat wel belangrijk is, is ook van is iets kort of is iets lang? Ja, als je een korte periode hebt, ja, dan zou je ook weer wat meer mogen toelaten dan iets wat natuurlijk heel lang duurt. Hè. Het is altijd als je goed communiceert met je mensen om je heen en je zegt van ja, weet je, voor komende week gaan we palen heien, maar het duurt precies 5 dagen en dan volgende week ben je er weer vanaf. Dan is de acceptatiegraad wat hoger. Dan dat je zegt van ja, weet je, we gaan vanaf nu een machinefabriek hiernaast zetten. Waarbij je voortaan altijd wat hogere trillingen zult ervaren. Wat ook belangrijk is, is wij willen liever dat het 's nachts wat minder trilt dan overdag. Hè. En daar zit dan nog de avond een beetje tussen. Maar ook daarin. Is het van belang om te weten wanneer op de dag je trillingen hebt gemeten, omdat je daar die ook anders gaat beoordelen. De functie van het gebouw. Denk je, ja, functie van het gebouw, wat heeft dat nou met personen te maken? Ja, eigenlijk is dat ook niet juist. Het is niet de functie van het gebouw, maar het zijn meer van wat voor mensen en wat is de trillingsgevoeligheid van die personen in dat gebouw. Kom ik straks nog eventjes op terug. Verder. Moet je weten, is er een beschermingsgraad of niet aanwezig? Dat is een beetje krom in deze richtlijn, want je zou verwachten van, oh, ik heb een beschermingsgraad, dus ik krijg meer bescherming. Kom ik direct eventjes op terug, het is namelijk precies andersom. Verder is het van belang om te kijken van, heb ik te maken met railverkeer? Of niet. Railverkeer, ja, trillingen van treinen, dat is toch echt wel een specifiek onderwerp. Zeker ten tijde toen die SBRB is geschreven. Hetzelfde als bijvoorbeeld, ja, 20 jaar geleden spraken we nog niet over aardbevingen. En toch in Nederland is er nu veel meer aandacht voor aardbevingen. Dus je ziet ook dat als iets een onderwerp is wat veel leeft in de samenleving, dan zie je dat ook wel weer gereflecteerd terug in richtlijnen. En dan als apart onderwerp nog, staat ook nog ergens gewoon ergens een alineaatje over ondergronds railverkeer. Kennelijk is ondergronds railverkeer ook nog een onderwerpje waar apart aandacht aan geschonken moet worden. Als je over al deze zaken iets weet, ja, dan kun je een SBRB-meting goed uitvoeren en goed interpreteren. Nou, we hadden het al heel even over de functie van het gebouw. In feite zijn er 3 soorten categorieën. Je hebt als een gebouw een kritische werkruimte is, dat is helemaal onderaan, ja, dan mag je eigenlijk helemaal niks toelaten. Hè? Dus dan heb je extreem lage waardes die je zou mogen toelaten. Dan praten we over waardes van 0,1 mm per seconde. Dat zijn trillingen die een mens dus niet eens kan voelen. Een mens die kan eigenlijk pas trillingen voelen vanaf 0,3 mm per seconde. En dan zijn er in feite nog 2 groepen of 2 categorieën over. En dat is de categorie gezondheidszorg, wonen. Ja, dat zijn eigenlijk wat strengere waardes dan in feite de tussen aanhalingstekens standaardwaardes. Dus je hebt voor onderwijs, kantoor en bijeenkomsten heb je in feite de waardes die van toepassing zijn. Maar voor gezondheidszorg en wonen zijn we toch iets strenger. Dus dat is in feite ja, functie van het gebouw
die eigenlijk meer zegt over van de mensen en die in het gebouw zitten dan eigenlijk het gebouw zelf.